Goeiedag. We gaan vandaag eigenlijk een beetje full face Huda doen. Glowish. Maar ik heb ook wat nieuwe dingen. En daarmee kom ik dan op een full face. Maar het gaat om de nieuwe producten. Wat ik nieuw heb gekocht is de Huda Glowish Bronzer. Nee. Primer. Even lezen wat hij doet. Instantly mattifies, texture smoothing, soft blur effect. Directions. Press and smooth a pea-sized amount across the face in short strokes to blur and mattify. Can be worn alone, under or on top of makeup. Het is een silicone-free smoothing primer. Oké, nou, het is een potje. En dan krijg je een afdekdekseltje. En dit ziet er heel raar uit. Het is een hele rare structuur. Is dit een pea-sized amount? In korte halen, zei ze. Nou weet ik niet in welke hoedanigheid Glowish dan met een matterende primer doet. Maar oké. Oké, het glijdt in ieder geval echt over heel je gezicht heen. Of dit de beste is voor een droge huid? Vraag ik me af. Het is een rare beetje... Hoe ruikt het? Heel diep ruik je een soort fruitgeur, maar dan moet je echt goed ruiken hoor. Ik zet ongeveer mijn neus erin. Het ruikt gewoon naar niks eigenlijk. Nee. Heel even denk je, ik ruik iets fruitigs. Maar, nou, eigenlijk ook weer niet. Het is echt tacky. Ja. Het voelt niet onprettig op je huid. Het voelt niet droog. Van de kleur zie je niks terug. Het is alleen de substantie waar je aan moet wennen, denk ik. Nou, heel apart. Dan hebben we de Huda Glowish Foundation Tinted Cream. Hoe wil je het noemen? Die hadden we al en die hebben we ook al vaker gebruikt. Dit is in de variatie van een skin tint. Met iets meer dekking dan een skin tint. Maar niet heel veel dekking. Kijk naar mijn plekken. Het raakt het medium nog niet hoor, volgens mij. Het heeft ook geen geur. Kijk, zelfs deze rode vlekken komen er doorheen. Ik ga iets meer pakken. Kijken of ik het op kan bouwen. Met de skin tint vind ik dat nooit zo erg. Op zich ben ik wel fan van de skin tint, zeg maar.
Ik hou van de lichte look. En deze geeft echt een heel mooi glowy effect. Kijk, echt. Als je nu mij ziet, dan denk je... Het gaat niet helemaal goed met die mevrouw. Maar dat gaat het wel. Goed, ik ga nog heel even voor ik verder ga. In mijn tasje rommelen hier. Waar? Heb eens. Ik doe even een lipdingetje op. Dit is de wat is dit? Dit is de Volumizing Extreme van Catrice. Dan kunnen ze een beetje. Oké, wat ik nieuw heb. Primer komt trouwens maar in één ding. Dit is de Glowish Multi-Dew Skin Tint. En die heb ik in de kleur 01 Fair. En dan heb ik de Glowish Bright Light Sheer Concealer. Apply small amount and tap to blend or blur and brighten. Repeat to build coverage. Refresh glow, long wearing, instantly awakes. Bright light is sustainable. Het is clean, vegan, cruelty free. En het heeft 25% PCR. Container is made with post-consumer recycled material. Oké, en dan heb ik de kleur 1.5 Fair Cool. Zo, glowish. En dan komt er een tubetje uit. Die moet je gelijk weggooien. Dat ziet er dan zo uit. Op zich prima. Lijkt ook echt wel op deze, zeg maar. Ik vind het altijd fijn als je het in dezelfde lijn hebt, dat het dan ook... Er komt een applicator uit. Ik heb geleerd dat als je dit zo een beetje normaal ben ik niet van het hele vele concealer, maar dit heb ik geleerd. Oké. Ik moet zeggen, de primer was de eerste keer, de concealer is niet de eerste keer. Die heb ik gisteren ook op gehad, maar dan met een andere foundation. En ik vind hem prima. Ik vind hem een medium dekking hebben. Niet echt sheer. Hij blendt goed uit. En je kan hem ook een beetje rekken, zeg maar.
En hij geeft lang niet zoveel glow als de skin tint. Maar ik moet zeggen, hij geeft genoeg dekking. Kijk, deze plek, die neigt, als ik geen make-up op heb, een beetje paars. Mijn lippen worden echt heel donker nu. Je voelt ook branden. Het doet geen pijn hoor, maar je voelt wel branden. Maar deze plek, die bedekt nooit helemaal. En dan kan ik nu denken, oh, ik heb hem bedekt. Dan kan ik denken. En dan komt hij er zometeen weer doorheen. Ja. Het is heel glowy. Maar dan hebben we een poeder van Glowish. Ik gebruik daar gewoon de concealer ding voor. Zo, in ieder geval de onderogen gedaan. Dan zal ik even vertellen wat dit is. Dit is 01 Fair, de Luminous Pressed Powder. Die heb ik al heel lang. En daar heb ik geen... dit is trouwens mijn spiegel, dit. Daar heb ik geen doosje meer van. Dus ik kan er verder niks over zeggen. Hij is wel luminous. Maar hij haalt ook een beetje... die hele overdreven shine van die... skin tint haalt die weg hoor. Kijk, hier plak ik dan nog, dus daar wil ik gewoon meer poeder. En dan denk ik dat ik heel even mijn Elf Halo Glow Powder pak. En het daarmee doe, want met een losse poeder droog je het als het ware, zo voelt het goed, droog je het als het ware een beetje op. En ik hou niet van dat stikkige gevoel, maar dat weten we inmiddels wel. Oké. Basis ziet er goed uit. Die plek is echt bijna weg. Die concealer is echt niet sheer hoor. Ik zou hem echt, dit is nog wat ik over heb van mijn wenkbrauwstick van Catrice. Op een of andere manier hou ik dus niet van zo'n, begrijp wat ik bedoel? Zo'n echt zo'n hoek in mijn wenkbrauw. Ik wil hem altijd een beetje wat ronder hebben. En op zich heb ik, behalve hier aan het uiteinde hoor, maar redelijke wenkbrauwen. Gelukkig. Het had allemaal een stuk slechter gekund, laten we het zo zeggen. En op een of andere manier is deze ook altijd een stuk dunner dan die. Nou, volgens mij zijn ze nu al redelijk gelijk. Oké. Blush. Ik heb de Glowish Blush. In de kleur 01 Healthy Peach. Peach. Het is een blush powder. En die gaan we gewoon lekker een beetje opdoen. Nou heb ik vanochtend oogdruppels ingedaan tegen droge ogen, waardoor mijn ogen altijd tranen. Vanwege de droge ogen, niet vanwege de druppels. Maar nou nog zit deze gewoon te tranen. Het is heel irritant. Zo.
En dan heb ik daar ook de bronzer van. In de kleur 01 Light. Vanaf het puntje van je oog. En dan in principe moet je zo gaan. Maar ik ga altijd een beetje rechter. Want ik heb die schaduw van nature al. En die net iets daarboven doe ik hem. Zeg maar. En dan een beetje hier. En dan naar de slapen. Zo. Dit laat ik open. En ik weet dat omdat ik een hoog voorhoofd heb, dat je dit ook zou moeten doen. Maar dat vind ik gewoon niet mooi. Ik hou sowieso niet van een heel gebronst hoofd. En als je het blendt, dan komt het toch wel weer dichter bij elkaar. Met wat over is langs de kaaklijn. En een streepje naar beneden haalt de onderkin weg. Wat ik ook nog kan doen, als ik de kwast kan vinden, is dit is hem niet. Dit is hem ook niet. Dit is hem. Is misschien wat neuscontour. Ik heb dat sinds mijn nieuwe techniek video niet meer geprobeerd. Ik weet het niet wat ik daarvan vind. Als het maar niet heel erg opvalt. Daar gaat het om. En dan heb ik. Ik ga mijn bril weer opdoen, want we gaan iets lezen. De Huda Matte Eyeshadow Palette. Nou, er staat niet echt eyeshadow palette. Ik hou van mat, dus ik heb hem gekocht. Zo ziet het doosje eruit. Ze hebben deze en een bruinere variant. Dit is de koele versie en die bruine is een warme versie. Zo ziet het doosje eruit. Dit is erop, zeg maar. Het is een beetje 3D-achtig. En zo ziet de binnenkant eruit. Ik kan je van tevoren vertellen dat deze kleur heeft heel weinig pigment. Deze in de hoek. Het heeft wel pigment, maar niet zoveel. Ze voelen alsof je in boter wrijft. Een beetje. Dit is de middelste kleur. Het is een heel aparte substantie. Ik heb nog nooit zoiets gevoeld. Vind ik het een fijn gevoel? Ja, best wel. Het is echt zo'n. Ik zoek even de kwast die ik wil. Dat is deze. Het is echt zo'n. Het is zacht. Een beetje velvet. Boterachtig. Ik heb nog nooit een Huda oogschaduw gebruikt. Want we weten, ik ben niet zo van mijn oogschaduws. We gaan die weinig gepigmenteerde kleur gebruiken. En dan zet ik hem neer hier, want hier wil ik het hebben. En dan ga ik hem blenden, maar ik dat... Ja, zo. Je ziet hem bijna niet.
Maar dat maakt een hele goede overgangskleur. Maar hij is zeker niet zo donker als in het palet. Palet, zeggen we in het Nederlands. Ze zijn niet heel poederig in de pen, zeg maar. Ze geven niet heel veel kick-up. Maar heb ik daar te veel gedaan? Dus dat moet ik dan hier ook doen, hè? Zo een beetje blenden. Je komt er wel hoor. En dan wil ik, neem ik een pencil brush, want ik wil in deze paarse kleur. Roze-paarsig vind ik het. Kijk, dat is pigment. Dan neem ik, deze hele kleine platte kwast. Ga ik ook in die paarse kleur en die ga ik dan hieronder. Want dan is het lijntje hetzelfde als boven, zeg maar. Maar één tipje erin is genoeg. We doen het meeste pigment buiten. En dan uitblenden naarmate hij naar binnen gaat. Zo. En dan nemen we een palette blush, een brush, kwast. En dan gaan we het ooglid doen. En die doe ik in de allerlichtste kleur. Deze. Het is net boven het ooglid, want het ooglid is merendeel nu die paarse kleur. Maar net even dit lichter maken, zeg maar. En dan zal ik eigenlijk, zat ik aan te denken, die allerdonkerste kleur nemen, deze, om een beetje de buitenste hoek nog te accentueren. Dan even... Die is heel gepigmenteerd. In die gepigmenteerde kleuren. Je moet gewoon zelf ook even kijken wat je ervan vindt. Over het algemeen vind ik, heb ik, ervaar ik, dat één keer één type genoeg is. Dan neem ik die allerlichtste kleur nog een keer en daar ga ik even mee overheen. Dat het een beetje... Ja, ik vind het een fijn palet. Ik ben tevreden met de... Ik ga even kijken of ik hier...
Dat doen ze altijd met concealer, hè? Even nog. Ik doe niets in de binnenste ooghoeken, want daar kan ik gewoon niet tegen. Zo. Dan. Wil ik nog een heel klein beetje poeder daaroverheen doen. Dan zit ik met die natte concealer hier. En die heeft niet verder de make-up geraakt of zo. Ik moet zeggen, ik ben niet heel blij met die donkere hoeken. Ik heb hele gevoelige ogen, want mijn ogen jeuken nu als de best. Maar goed. Die moeten we even afmaken met een potloodje. Even aan de binnenkant. En dan heb ik een huidkleurig potloodje voor aan de onderkant. Want dan valt mijn rode oog dat ik net gevreven heb lekker op. Zo. De mascara heb ik niet van Huda, dus die gebruik ik gewoon. Welke ben ik aan het opmaken? Deze is van de Kruidvat. Ik heb nog meer Huda producten hoor. Dus, ik heb deze helemaal vergeten te krullen, joh. We gaan gelijk door met een volgend laagje. Ik heb weer gemorst. Hier even op laten drogen. Maken we even de lippen schoon. Van dat Catrice product. En mijn lippen branden een beetje. Alsof je er peper op gedaan hebt. Ik heb de Huda met All Day Wear Comfortable en Ultra Gliding. Super gepigmenteerd, fuller looking lips, transfer proof, pool party proof. In de kleur Pinky Brown. We hadden het over een lippotlood trouwens.
Het is een, het lijkt een potlood, maar het is een draaier. Het is inderdaad heel romig. Het komt heel goed in de buurt van mijn. Normale lipkleur. Ik wil een heel klein beetje overlijnen. Dan ga je op de liprand staan. En dan, dus niet een, zeg maar in de liprand, niet over de liprand, maar echt op de liprand. En dan doe je hem een klein beetje, als je dan zo drukt, dan heb je een stukje van de binnenkant van je liprand en een stukje van de buitenkant. En de kleur is zeg maar zo. Dat komt heel goed in de buurt van mijn persoonlijke lippen. Oké, dit zou ik zo kunnen laten. Maar. Ik heb hele branderige ogen. Zou dat van die... Ik heb de lippenstift... Met lipstift Comfortable Pigmented One Strike Application. Comfortable Matte Finish. De Power Bullet Matte Lipstick in de kleur Prom Night. Deze heb ik gisteren al opgehaald. Toen zijn we wezen lunchen. Toen heb ik een broodje met zalm gegeten. En ik moet zeggen, nou, ik hier toch nog aan het kletsen ben, haal ik gelijk even die mascara hier weg. Kijk, door dat tranende oog mis ik hier nu gewoon een stukje make-up. Maar ja, ik kan er gewoon niks aan doen. Kijken of ik nog een beetje... Ik heb hele rode lopen ogen. Kijk eens. Maar goed. Heb ik een broodje zalm gegeten. Ik heb koffie gedronken. En toen wij terugkwamen van de lunch, zat het er nog op. De binnenkant was weggevaagd. Maar dit zat er echt goed op. Dit is de kleur. Het is een beetje rozig. Het is inderdaad één swipe. Vol pigment. Het is met een magneetje. Als je hem verkeerd doet op de helft, dan trekt hij zichzelf in. Trekt hij zichzelf zo goed. Het is een matte lipstick. Zo voelt het ook. Maar ik vind het niet vervelend. Het is niet uitdrogend mat. Ik hou van mat. Ik hou van matte oogschaduw. Ik hou van matte lipstift. De lippotlood past er echt goed bij. De binnenkant heb ik altijd moeite mee om die te kleuren. Want dat vervaagt bij mij heel snel. Dit voelt een beetje alsof je in dat fluweel op je lippen smeert. Zo voelt het ook echt. Het is wel droog natuurlijk, want het is mat. Maar dit vind ik een hele mooie lip. Die goed bleef zitten. Wonderbaarlijk goed bleef zitten. En zalm is toch... dat is best een vette iets... zeg maar. Maar het bleef echt goed zitten. Ja, ik heb hier oogsmurrie. Dat is geen mascara. Maar het is zo'n oogprut gebeuren. Goed, wat vind ik ervan? Ik vind dat ik heel glowy ben. Ik moet eraan wennen. Het is,
Ik hou niet. Ja, ik hou, het liefst heb ik een mat gezicht. Maar dat kan niet. Want ik heb een droge huid. En ik ben natuurlijk wat ouder. Heeft hij de poriën geblurred? De primer? Een beetje. Niet echt. Maar ik moet zeggen, het voelde wel heel fijn. En dat vind ik dan belangrijker dan dat hij echt... Hij heeft hier niet de poriën geblurred. Gewoon niet, zeg maar. Ik heb natuurlijk wat textuur op mijn huid, hè, want ik ben ouder. Heeft hij dat weggehaald? Nee. Nou, gewoon niet. Dus als je hem daarvoor wil kopen, hoeft het niet te doen. Ja, de foundation had ik natuurlijk al. Ik vind hem fijn. Hij heeft voor mij de perfecte kleur. Maar iets te glowy. Dus hoewel ik de poeder heel fijn vind, echt heel fijn en heel mooi, combineer ik deze skin tint liever met een iets mattere poeder. Zodat hij iets minder lijkt alsof ik aan het zweten ben. En daar lijkt het nu echt op. Als ik in de spiegel kijk, denk ik zweethoofd. Ja, de bronzer en de blush vind ik prima, maar dat wist ik al, want die had ik al. De concealer. Ja, ik vind hem zeker niet sheer. Ik vind het echt een prima concealer. Hij creased niet bij mij. Nee. Ik heb hem natuurlijk wel gelijk afgepoederd. Maar dan heb ik nog steeds concealers die wel gaan creasen. Dat doet deze nog niet. Goede kleur, smeert goed uit, dekt voor mij prima met medium dekking. Kijk naar de vlek, zeg maar, hier zo. Nou, die is gewoon zo goed als weg. Dus ja, de mascara is nou, goed, ik maak hem op. En dan kan die weg. Nou, de lip heb ik net gezegd. Die vind ik echt prachtig. Die zit voor mij comfortabel. Is het droog? Ja. Is het mat? Ja. Is die long wearing? Zeker. En ik moet eerlijk zeggen, bij mij zijn de long wearing lipstifts niet long wearing. Maar deze wel. Ik was ontzettend onder de indruk hoe die bleef zitten gisteren. We zaten in de auto, dus ik keek in de achteruitkijkspiegel en toen dacht ik, beter dan de Dior en de Chanel. De oogschaduw. Ja, vind ik heel prettig. Ik vind het... structuur heel prettig, maar dan wel de lichtere kleuren. Dit is voor mij iets te donker. Ik weet ook, en gisteren heb ik hem ook gebruikt. En toen had ik niet van die rode ogen. Dus ik heb geen idee wat er gebeurd is. Geen idee. Waarom ik nu van die rode ogen heb. Oké, ik doe geen lichte kleur in de binnenkant van mijn ogen zoals de meeste mensen doen. Want daar kan ik niet tegen. Dat gaat jeuken bij mij. Maar goed. Over het algemeen kan ik zeggen dat ik het prima vind. Ik vind de glowish line sowieso prima. Ja, sommige dingen, primer, ja, fijne primer, maar doet niet helemaal wat hij belooft. Naar mijn mening. Als jij denkt, ik word er helemaal glad van, is het prima. Ja, wenkbrauwen en mascara had ik natuurlijk niet van Huda. En dat hoeft ook niet altijd voor mij. Maar over de lip en de concealer, die waren nieuw, ben ik echt het meest tevreden. De lip is niet nieuw, hè. Die is nieuw voor mij. Die is niet nieuw op de markt.
Dit is geen nieuwe kleur. De lippenpotlood ook. Die is geen nieuwe kleur. Dat bestaat allemaal al heel lang. Is ook niet van de Glowish line. Deze is ook niet van de Glowish line. De rest wat we gebruikt hebben wel, waarvan ik een aantal producten al had. Nou, dat was hem voor vandaag. Wat vond jij ervan? Heb jij Huda geprobeerd? De Glowish line dan tenminste? Ja, ik ben wel tevreden. Nou, dan bedank ik jullie voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!